Efficiency management is een duurzame vorm van bedrijfsvoering met een zo hoog mogelijk rendement en zo weinig mogelijk verspilling. Dat klinkt natuurlijk als een droom. Ivana de Haan van Coaching by Ivana ondersteunt bedrijven om de efficiency te verhogen. Er verdampt onnodig veel geld waarvan bedrijven zich niet realiseren om hoeveel geld het gaat. Vaak is er geen tijd om eens kritisch naar je eigen bedrijfsproces te kijken. En daardoor laat een bedrijf een ongelooflijk veel geld liggen. Want waarom zou je niet je doelen realiseren door het in 3 stappen te doen in plaats van in 5? Dus stel jezelf de vraag, kun je je bedrijfsprocessen anders organiseren door efficiënter te werken? In dit voorbeeld zie je dat je niet alleen 2340 uur verspilt, maar ook meer dan 86.000 euro. Efficiency management werkt eigenlijk net als het bouwen van een huis. Je begint bij de fundering, vervolgens zet je de muren, dan plaats je het plafond en dan tot slot het dak. Het is eigenlijk een hele logische manier van samenbouwen. En alle elementen tezamen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want je kunt je namelijk voorstellen dat als er 1 pilaar om zou vallen, dan stort het hele huis in elkaar. Dus waarom zou je niet je hele proces zo opbouwen, zodat het staat als een huis? Coaching speelt een belangrijke rol omdat het bijdraagt aan de verhoging van de efficiëntie. Iedereen kan zich natuurlijk voorstellen dat als het talent van je medewerkers ten volle benut wordt en zij datgene doen waar ze echt goed in zijn en waar ze blij van worden, dat natuurlijk een goed effect heeft op het rendement van je organisatie. Een speciaal ontwikkelde formule maakt inzichtelijk welke vorm van coaching bijdraagt aan de verhoging van de efficiëntie. En voor degenen die het interessant vinden, zijn er subsidiemogelijkheden en daar kan ondersteuning bij geboden worden.